Hij is bijna in aantocht, het nieuwe jaar. Maar toch wil ik even terugblikken naar het jaar daarvoor. Vrijdag de 13e. Hij was nog nooit zo raar. Corona-crisisteam was geboren. Vanaf dat moment begint corona pas echt. Als ik terugkijk naar die eerste golf, ben ik vooral trots op wat we met z'n allen hebben bereikt. Heel gauw kom je er dus achter dat een behoorlijk aantal panden van mij en mijn objectleiding sluit, met name scholen. En hoe doe je het dan allemaal? Ik heb toen samen met andere leidinggevenden gekeken van, nou goed, waar zit de ruimte in, wat kunnen we nu doen om de mensen toch aan het werk te houden. Ik ben toen naar een andere locatie geplaatst, zodat ik mijn eigen uren gewoon kon blijven maken. Toen heb ik hier op de zaak een auto opgehaald en toen ben ik naar Wilp gereden. Chaotisch, druk, heel veel schakelen, heel veel samenwerken, andere prioriteiten stellen. We moesten echt creatief gaan nadenken en we hebben er heel veel van geleerd. De corona die heeft mij behoorlijk veel gebracht. Zelfinzicht, maar ook veel meer contact. Teams was nog nooit zo actief. WhatsApp videobellen had ik daarvoor nog nooit gedaan. Een stukje aandacht voor elkaar, flexibel zijn, betrokken. Dat is in deze periode toch voor mij wel heel belangrijk. 'S Middags als het wat rustiger is, dan ga ik wel eens collega's bellen die ook thuis aan het werk zijn. Evelina en ik doen geregeld samen videobellen om elkaar op de hoogte te houden wat er binnen Novon en Vlietstra allemaal speelt. Nee, ik vind dat wij ons als Vlietstra en Novon er ontzettend goed doorheen slaan. Daar zijn we gewoon vol gas vooruit gegaan en hebben we gekeken naar mogelijkheden en zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten, dus positief. Maar er wel voor zorgen dat we met z'n allen aan het werk konden blijven. Dat is ons supergoed gelukt en dat maakt me wel trots.